gaan we natuurlijk meteen door naar de eerste twee sprekers. De eerste spreker is Henk van Gerven. Hij was Kamerlid van de Socialistische Partij van 2006 tot 2017. Kreeg in 2016 de zogenaamde Bruinsma-erepenning, die de meeste van jullie wel kennen, van de Vereniging tegen Kwakzalverij. Henk van Gerven is ook arts in Os, is daar ook wethouder geweest, zowel van volksgezondheid als van financiën. En Henk gaat in ieder geval iets vertellen over hoe moet je nou nadenken over de relatie tussen beleid en feiten. Henk, aan jou het woord. Hoe werkt de groene knop? Dan ga je door en daar kan je het zien. Daar kan ik het nog zien ook. Ja, goedemorgen, dank voor de uitnodiging. Ik moest net even denken van, ik heb een erepenning gekregen waar ik mee zeer verguld ben. En vervolgens ben ik niet herkozen in de Tweede Kamer. Dus ik hoop niet dat daar een verband tussen bestaat. En zo kan het gaan. Ik druk op dit knopje. Ik werd beheerst door de scoop van het journalistieke onderzoeksplatform Follow the Money over de integriteit van VVD. Wacht even. Ik moet even terug. Ja. Ik begin met Henry Keizer. Henry Keizer was de oud-voorzitter van de VVD. En hij kwam in de problemen in verband met een zaak die hij had gekocht, een crematoriumbedrijf. Dat verhaal kent u. En ik wil u even laten zien hoe dat feiten en alternatieve feiten in de politiek, hoe dat kan werken. En we beginnen eerst met Rutte. Ik ben blij dat alle feiten op tafel zijn gelegd. Ik vind ook dat hij adequaat heeft gereageerd op de gebeurtenissen, op de zaken die naar voren waren gebracht. Ik denk ook trouwens dat het goed is dat de commissie er nog eens even naar kijkt. Nou, volgens mij is het van belang dat als je ergens van beschuldigd wordt dat je je verdedigt. Dat heeft hij gisteren, vind ik, zeer adequaat gedaan. Ik vind het ook verstandig dat hij nog eens even naar de integriteitscommissie aan het kijken. Maar volgens mij is dat ook echt voldoende. Is hij niet tegen, man? Dat is hij zeker. Goed, dat was één dag later kwam Buitenhof. En in Buitenhof hield Sheila Sitalsing, een columnist, een betoog. En Sheila Sitalsing is een VVD-watcher. Is een vrouw die buitengewoon gewaardeerd wordt over haar kennis over de VVD. Dit is wat zij zei. Ik werd beheerst door de scoop van het journalistieke onderzoeksplatform Follow the Money over de integriteit van VVD-partijvoorzitter Henry Keizer en ook de gevolgen daarvan voor de VVD. Het woord is om te beginnen aan Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing. Toen Christiane Amanpour, de grote dame van CNN, onlangs te gast was bij het televisieprogramma College Tour, legde ze fraai het verschil uit tussen objectiviteit en neutraliteit. Objectiviteit is zonder vooringenomenheid de controleerbare feiten presenteren. Neutraliteit is hij zegt, zij zegt verslaggeving, waarbij iedereen evenveel recht heeft op zijn eigen waarheid. Daar krijg je krankzinnige dingen van, zoals hij zet vraagtekens bij beweringen van wetenschappers dat de aarde rond zou zijn. Zou zijn. De laffe stoplap van de boodschapper die als de dood is dat hij als partijdig zal worden weggezet. De afgelopen nieuwsweek was het de week van Henry Keizer, de voorzitter van de VVD, 's lands grootste en machtigste politieke partij. Keizer is mede-eigenaar van een firma die wereldmarktleider is in crematieovens. Deze firma, de facultatieve geheten, heeft hij in 2012 samen met enkele zakenpartners gekocht van een ingedutte ideële vereniging. Daar heeft Keizer weinig geld voor betaald. Dat staat zonneklaar in de jaarstukken die het onderzoeksplatform Follow the Money boven water heeft getakeld. Bij de overname is namelijk sprake van een negatieve goodwill van €19.033.288, zo staat er. Dat betekent niets anders dan dat de koper €19.033.288 onder de reële echte waarde van de onderneming heeft betaald. Toch zagen we deze week de neutraliteitsziekte om zich heen grijpen. Keizer zou weinig hebben betaald. Hij zou voor een ogenschijnlijk laag bedrag aan de zaak zijn gekomen. Niks ogenschijnlijk. Hij heeft weinig betaald.
Interessant is de vraag waarom hij een habbekrats heeft betaald. Heeft hij de bejaarde verkopers misleid? Hij was immers ook adviseur van de verkopers. En hebben we derhalve een gevalletje te pakken van niet normaal, dus pleur op, om met onze premier te spreken? Of hebben de verkopers in al hun generositeit besloten dat die aardige meneer Keizer het gewoon verdiende? En zo ja, is er met de fiscus afdoende afgerekend over die gift. Of zijn de accountants die de firma moesten taxeren op grote verwachte verliezen gestuurd en is Henri Keizer gewoon een waanzinnig gave ondernemer die niet tegenstaande gitzwarte vooruitzichten zijn crematieclub tot bloei heeft weten te brengen? Is hij juist een vaandeldrager van klassieke VVD-waarden? Daarover wel nu zou Keizer, die volgens een nog fraaiere onthulling van Follow the Money vroeger als Henny door het leven ging, maar zich nu liever Henri laat noemen, afgelopen vrijdag opening van zaken geven. Follow the Money was niet uitgenodigd, want bij de VVD hebben ze ook na 7 lange jaren aan de macht nog steeds niet geleerd dat een vlek hardnekkiger wordt als je er nog een vlek bovenop maakt. En de zaken, die bleven teleurstellend dicht. Er kwamen veel rook, een paar viertjes, wat ontkenningen. Niettemin citeerde de NOS gisteren premier Rutte aldus: de partijvoorzitter is integer en alle feiten liggen op tafel. Niks, alle feiten liggen op tafel. Ze liggen in een la of in een kluis, maar niet op tafel. En zo laat Keizer de verdenking op zich dat zijn gelukskoopje zich niet eenvoudig laat verklaren. Het is allemaal heel ingewikkeld, zegt hij er zelf steeds bij. En het werd braaf genoteerd. Het is allemaal heel ingewikkeld. De column van Shaila Sitalsingh. Dankjewel. Aan het begin van Buitenhof. Ja, als je dit hoort... U kent de afloop. Keizer was binnen een week weg. En waarom laat ik dit zien? Omdat dit eigenlijk, het was, er zat kennis in, er zat autoriteit in, er zat emotie in, er zat humor in. In die column zat alles in. En ja, als je dan onze minister-president hoort en haar, dan is wel duidelijk wie er van de twee gelijk heeft. En ik zou ook de Stichting Skepsis willen uitnodigen om haar te benaderen. Al was het maar om jullie verhaal uit te leggen. Want ik denk dat dat heel veel zou... ik denk dat dat heel waardevol kan zijn. Ik wil naar de politiek verder een paar casussen in een sneltreinvaart doornemen. En dat is wat in de gezondheidszorg een groot vraagstuk is. Dat is het vraagstuk van het eigen risico. En de kernvraag bij het eigen risico is, leidt dat nu tot zorgmijding, dus tot zorg die noodzakelijk is, of niet? Dat is eigenlijk waar in de politiek het jarenlang om gedraaid heeft, het eigen risico wat in 2008 is ingevoerd. Toen het werd ingevoerd, zei minister Klink, er is mij geen enkel onderzoek bekend waarin is aangetoond dat het eigen risico kan leiden tot noodzakelijke of mijden van noodzakelijke zorg. Was een leugen, maar hij stelde dat toen, in 2008. Dat moest hij ook, omdat hij het anders natuurlijk het eigen risico niet ingevoerd kreeg. Hij vergat een onderzoek uit 2001, wat al uit Amerika daarover verschenen was, en wat een toonaangevend onderzoek was, waarin dat eigenlijk al was aangetoond. Maar goed, dat was Amerika. Na Klink kregen we Schippers. Wat deed Schippers? Die zegt, wacht eens even, ja, het staat volgens mij niet vast, wellicht, maar laten we eens een onderzoek doen. Dus hij trok allerlei onderzoeken uit de kast, waarin zeg maar, het probleem werd gebagatelliseerd. Het zou best kunnen dat het aan de orde is, maar hoe groot het vraagstuk is, nou, dat moeten we onderzoeken. En daarmee koopt natuurlijk een politicus altijd tijd. En wat ze ook deed, is zeggen van, het is eigenlijk, het eigen risico is heel snel gestegen, van €150 naar €385 nu. En ze zegt, ja, als we dat weer gaan afschaffen, dan wordt het ook heel erg duur. Dus eerst maak je het eigen risico heel erg hoog, en om het af te schaffen, zou je dan 4 miljard of meer kwijt zijn. En dat is ook een tweede verdedigingslinie die Schippers altijd gehanteerd heeft. Dat ging zo een paar jaar door, maar je zag een tegenbeweging vanuit de... Ik heb nog 5 minuten, toe maar. Zag je een tegenbeweging vanuit de artsen, vanuit de hulpverleners. Die deden onderzoek.
Schippers zei, uit het onderzoek blijkt niet dat het eigen risico leidt tot het mijden van noodzakelijke zorg. Wat zeiden de huisartsen? Ik weet niet of het... Zijn die cijfers te zien? Ja? Oké. Schippers zegt nee. Bijna alle huisartsen zeggen ja. Goed, dus dat wordt armpje drukken. De huisartsen laten ook zien dat er een duidelijke gradiënt is. Heb je een hoog inkomen, dan ga je toch sneller naar de dokter. Want dan spelen financiën minder een rol. Tonen ze aan. Maar nog steeds volhardde Schippers in haar standpunt. En gaf de huisartsen van Jetje van, wat jullie zeggen, dat klopt niet. De omslag kwam bij een onderzoek waarbij, laten we zeggen, artsen en wetenschap, zelfs ook vanuit het buitenland, vanuit de Harvard University in Amerika, onderzoek deden naar wat er gebeurde bij de invoering van de eigen bijdrage in de GGZ in 2012. Duizenden patiënten met een schizofrenie en dergelijke beelden, die werden acuut opgenomen, extra, omdat ze die eigen bijdrage waren ingevoerd en ze aanvankelijk zeiden van ja, als het geld kost, dan ga ik niet naar de dokter, laat ik me niet opnemen, laat ik me niet behandelen. Nou, toen dat gepubliceerd werd, toen ging Schippers door de knieën. Dat waren zulke duidelijke feiten en ja, Schippers is natuurlijk niet Trump, dan zie je toch dat ze moest erkennen dat dat zo was. En de enige verdedigingslinie die dan nog overbleef, zijn de financiële. En daar moet je dan over discussiëren. Maar je ziet dat toch de wetenschap in combinatie met hulpverleners het dan toch wint van het verhaal van de macht, zeg maar, die dat bagatelliseert, het effect van het eigen risico. En ook Pia Dijkstra, D66... maakt heel erg duidelijk dat ze erkent, daar zit een probleem. Gevolg, het eigen risico stijgt nu niet verder. En er is een hele beweging ook ontstaan om dat eigen risico afgeschaft te krijgen. Dan de alternatieve geneeswijze en politiek. Ik laat hier heel snel nog even een paar moties zien en stemmingen. Dit is van de jaren 80. En dat gaat over het alternatieve geneeswijze. Dat is van belang voor een optimale, betaalbare zorg. U ziet dat daar, laten we zeggen, een aantal partijen, ja, dat zijn de geitenwollen sokkenbeweging van toen, PPR, PSP, die zijn daarvoor, maar ook partijen als D66. We gaan iets verder. In 91, dan zie je dat een partij als de VVD, dus deze, die dient dus een voorstel in om homeopathische en antroposofische geneesmiddelen, die zaten toen in het ziekenfondspakket, dat moest erin blijven. Dus dat is nog niet zo heel lang geleden. De ommekeer, zeg maar, in de politiek was toch de zaak Jomande. En ik weet niet of Menzo Westerhouwer van Meteren in de zaal zit, want die verdient toch een lintje. Want die heeft er dus voor gezorgd dat Jomanda is veroordeeld en aangeklaagd en dat er ook een omslag is gekomen in het denken, ook in de politiek. Want je zult geen moties meer aantreffen die zeggen van het moet in het pakket alternatieve geneeswijze. Je ziet een beweging dat juist de nadruk gelegd wordt, als je alternatieve therapieën toepast, moet het veilig zijn. Dat zie je bij deze motie van het CDA. En was van een gynaecoloog, mevrouw Schermers, die dat heeft ingediend. Wat je nog wel ziet, is dat we hebben een hele liberale wet beroepen individuele gezondheidszorg. En in die wet is eigenlijk niet opgenomen dat als je een diagnose wil stellen, dat je daarvoor gekwalificeerd moet zijn in het kader van de wet BIG. Daar zou ik een groot voorstander van zijn. Ik heb daar voorstellen voor ingediend, dat is weggestemd. En dat laat zien dat er toch nog een hele geest is in de politiek die zegt, ja, dat is eigen verantwoordelijkheid van de mensen. De mensen moeten zelf die ruimte hebben. En het is heel erg jammer, want als dat amendement bij die wet wel was aangenomen, dan heeft de inspectie natuurlijk ook meer mogelijkheden om op te treden tegen alternatieve genezers. Ik moet afronden. Dat is de financiële component.
Er is ook een hele discussie van alternatieve genezers die willen graag ook btw-korting. Want wij zijn ook dokters, hè, om het zo maar eens te zeggen. En zij, er is geen meerderheid in de politiek, maar de rechter heeft wel onlangs een uitspraak gedaan. Dat is een chiropractor en al dat soort genezers, dat die dus ook btw-korting moeten krijgen. Omdat zij ook allerlei opleidingen volgen en tegelijk te stellen zijn aan de reguliere geneeskunde. We moeten dus nog een hoop werk verzetten. Wat moeten we doen? Ik zou zeggen, verwacht niets van de politiek. Want electoraal is het je doodvonnis. Als ik sta een beetje bekend als strijder tegen alternatieve geneeswijzen. Maar dat doe ik met mate. Want als ik dat elke dag zou doen, dan krijg ik van mijn politieke baas op de kop. Henk, dat is wel mooi, je hebt wel gelijk, maar we zijn weer een zetel gedaald in de peilingen. Wil jij je even gedijst houden? Ja, zo werkt dat. Dus je moet, dat is heel erg vervelend, maar zo werkt dat. Wat moeten wij doen? Ik denk dat we daar, ik laat het even zien, maar straks daar verder over moeten praten. Hoe dat je nou het zo kan neerzetten dat toch, laten we zeggen, de alternatieve feiten in de, bijvoorbeeld in de zorg, alternatieve geneeswijzen, hoe kan je die effectief bestrijden? Ik heb hier wat suggesties gedaan. Ik zou in ieder geval zeggen, blijf strijden dat dus alternatieve behandelingen, of ik zou liever willen zeggen onbewezen behandelingen, dat die uit het aanvullende pakket gaan. Kijk, als een verzekeraar dat verzekert, gaat er toch een zekere autoriteit vanuit. En dat moeten we niet willen. Goed. Dankjewel. Benadruk dat het om geld gaat. Ik weet niet of iemand de uitzending van Zembla gezien heeft over Lyme. Kijk nog eens terug. Als je een link kan leggen, ja, maar iemand verdient eraan. Het gaat om geld. Dan zeg je, oh. Want mensen hebben dat lang niet altijd door. Ik denk dat dat ook heel erg cruciaal is. En pak ook die zaken aan waarbij evident, zeg maar, de volksgezondheid in het geding is. Als iemand afziet, ja, Jomanda is eigenlijk daar een prachtig voorbeeld van. We moeten naar de stelling. Dit sla ik even over. De stelling. Cynisme bij een scepticus is dodelijk. Ik had met Gert-Jan een voorgesprek over en ja, die. En dat zijn sceptici. Nee, ik was een beetje zwaar op de hand, vond ik. Van we bereiken zo weinig. Maar is dat ook werkelijk zo? En daar moeten we het straks nog maar over hebben, want ik ben een andere mening toegedaan. In ieder geval, als je een cynische houding aanneemt, dan komen we niet verder en kan dat dodelijk zijn. En misschien dat we daar straks nog over kunnen praten aan de hand van het tabaksdossier. Dank u wel. Henk, dankjewel. Intussen wordt er gestemd, zoals je ziet. Het is nog volop in beweging. Cynisme voor een scepticus is dodelijk. Presentin geeft daar. Er zijn nog maar 40 mensen, 50 mensen nu die hebben gestemd. Dus dat gaat nog wel even door. Het lijkt zo te zijn dat toch een overgrote meerderheid jou gelijk geeft. Dat als wij te cynisch zijn, dan is dat dodelijk voor ons scepticisme. En dat bepleit eigenlijk dat we moeten blijven strijden zoals jij eigenlijk al heel lang doet. Ja, ik had eigenlijk nog wel meer verwacht, maar 3/4 is natuurlijk wel een overwinning voor de stelling. Is een overwinning voor de stelling, precies. Ja. Dankjewel voor je presentatie. Dankjewel.